Voor het eerst in 10 jaar staat vandaag de planeet Mercurius tussen de zon en de aarde in. Tot 8:50 vanavond kun je dit bijzondere tafereel zien. Wel met een speciale zonnekijker, want zonder bescherming naar de zon kijken is schadelijk voor je ogen. Geen telescoop bij de hand. Telegraaf TV die nam een kijkje voor je met een zonnekijker in Artis. Ja, daar komt hij. Ja. Zien jullie hem? Oh, ja. Oh, wat goed. Daar komt hij aan. Oh, het gebeurt niet heel vaak dat we een zo volledige Mercurius-overgang kunnen zien. De eerstvolgende keer is in 2032. Wat er gebeurd is van een vorige Mercurius-overgang, je ziet dus dat stipje, dit is op verschillende tijdstippen genomen, die gewoon echt helemaal over het zonsoppervlak gaat. En je hebt daar ook een close-up heb ik daarvan. En hier zie je een gedeelte van de zon. Sterk uitvergroot. Ja, en dat is dus gewoon echt zo'n het bolletje. Wat voor de zon komt. En dat hebben we. Nou, dat is ongeveer dit moment. Hè. Hij is er net overheen. Mercurius, echt een heel, heel klein planeetje. Hij staat heel erg dicht bij de zon. Hij is bijna helemaal gemaakt van ijzer. Hè. De aarde heeft ook een ijzeren kern. Maar Mercurius heeft een hele grote ijzeren kern. Dus een hele zware planeet is het in feite. Ook al is hij klein. En wat ook wel leuk om te vertellen is. Mercurius staat natuurlijk heel erg dicht bij de zon, dus het kan er heel erg heet zijn, 500 graden Celsius. Maar omdat het geen atmosfeer heeft en als je van de zon af bent gekeerd, kan het ook bijna 200 graden onder nul zijn. Dus hele grote verschillen op dat kleine planeetje.